Ik dacht ineens vanmorgen, zou het niet aardig zijn om dat grote contrast te laten zien tussen een gangbare, min of meer gangbare christelijke exegese van een Hebreeuwse tekst, in dit geval Psalm 1, en daar dan nader van het eerste vers, en een complexe, maar relatief standaard interpretatie van Psalm 1, vers 1 van de 19e eeuw, Rabbi Samson Raphael Hirsch, die een prachtig commentaar op de psalmen heeft geschreven, waarin hij zeer nauwkeurig ingaat op de Hebreeuwse taal die daar gebruikt wordt. Dit is dan het resultaat. En je kunt Augustinus lezen. Hirsch heb ik niet als tekst toegankelijk, die heb ik niet kunnen vinden. Dus die is alleen maar in een samenvatting gegeven. Maar je hoort het enorme contrast. Nou ja, wat wil dat nou zeggen? Dat een en dezelfde tekst, als hij via het Grieks en dan het Latijn bij Augustinus belandt, een hele andere indruk maakt. Bovendien, als hij dan gelezen wordt in de context van het Nieuwe Testament, zodat Augustinus meteen Christus kan terugvinden in Psalm 1, hoe anders dat is wanneer Hirsch het dan interpreteert. En het mooiste wat hij zegt, vind ik, dat is Psalm 1 vers 1 gaat eigenlijk verder waar Mozes geëindigd is. Mozes eindigt in Deuteronomium met de woorden Ashrecha Yisrael, zalig ben jij Israël. En dan begint Psalm 1 met Ashrecha Ish, zalig is de man. Dus we gaan van de zaligprijzing, zeg maar, van Israël gaan we naar de zaligprijzing van een mens die dan de Torah volgt. Hè. Dat is natuurlijk in het vervolg van Psalm 1 wel duidelijk. Dat laat toch een beetje de mogelijkheid open, door die connectie te maken. Zalig het volk, zalig de man. Ja, maar welke man is dat dan? Is dat niet juist dan de koning? Psalm 1 en 2 zijn één geheel. Is niet juist de man die niet wandelt in die weg van de zondaars, de goddelozen en de spotters, is dat niet juist de koning die dan ook in Psalm 2 verder als de Messiaanse vorst wordt uitgeduid? Spreekt David in zekere zin niet over zichzelf. Maar ja, hij spreekt over zichzelf als representant van het volk, zodat zijn gedrag ook het gedrag van de enkeling moet zijn. En hij spreekt als representant van God, zodat het door God gewenste gedrag met name in hem zichtbaar wordt. Die soort van dialectiek tussen collectief en individu, de dialectiek tussen God en mens, die vind je toch ook in de Hebreeuwse exegese terug. En zo ver weg hoeft dan misschien Augustinus niet eens te staan, behalve natuurlijk met zijn identificatie van de Messias met Jezus van Nazareth. Een boeiende vergelijking, dacht ik zelf. En probeer het nou maar eens rustig te lezen en laat me eens weten of dat nou moeilijk is om te lezen en te begrijpen en te volgen. Of het nuttig is, misschien is het helemaal niet nuttig. Maar het was voor mij in ieder geval interessant om die vergelijking vandaag te maken.